Ik schat over een foute leraar die op het eerste gezicht zeer charmant is, intelligent is. Het is het type leraar dat de controverse niet schuwt. En hij scoort vooral omdat hij zijn leerlingen slechts één opdracht geeft. Zoek, het is een wiskundeleraar, hè? Zoek voor mij de wiskundige formule van het geluk, van het gelukkig zijn. Tot aan uiteindelijk blijkt dat die keuze, die persoon zijn lescarrière nog blijven voorgehouden heeft, dat daar serieus wat mee mis is. En dat maakt dit boek bijzonder spannend. Je wil als lezer weten, hoe zit dat nu eigenlijk?